Goedemiddag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Weegschaal. Let wel, het zal niet met iedereen resoneren. Laat het dan ook los. Kijk eventueel je maan, ascendant of je venus teken. Ook wil ik natuurlijk iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. En wat ik ook wil meegeven is dat ik problemen heb ondervonden met mijn mail en met mijn website. Dus mijn excuses als ik nog niet heb gereageerd. Probeer het nog een keer, want ik ben aan het onderzoeken waar het door komt. Dus er zijn waarschijnlijk heel veel mailtjes weg. Dus ja, probeer het nog een keer. Mocht je een mailtje hebben gestuurd. Mijn excuses in ieder geval. Ik hoop dat het goed met jullie gaat, lieve Weegschaal. En we gaan eens kijken. Ik ga trouwens beginnen met het andere deck. Met de Romance Angels. We gaan eens kijken wat ik mag ontvangen voor jullie. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, het lijkt je leuk, het is kosteloos. Abonneer of druk op de rode abonneerknop. Druk gelijk op het belletje, want zo mis je geen reading en blijf je altijd up-to-date. Like desnoods ook. En we gaan eens kijken, let op tekens heb ik hier. En ik heb hier onderop zielsverwant. Ja, dit is je zielsverwant. Nou, staat hier, er zijn waarschuwingssignalen, dus ik vind het altijd een beetje tricky, want het kan ook waarschuwingssignalen zijn. Niet altijd wil ik het negatief benadrukken. Dus het kan ook zijn let op tekens, vooral als het een zielverwant is. Misschien dat je synchroniteit ervaart of dergelijke. Maar we gaan eens kijken. Wat is het thema of de uitdaging wat ik mag ontvangen op liefdesgebied voor de lieve Weegschaal? Oeps. Dat zijn er heel veel. De zon als uitdaging. Wauw. De zon als uitdaging, ja, dat is het grootste geluk eigenlijk wat je maar kan bedenken. Voorspoed. En zie ook dat je de zon bent. En de zon, daar bedoel ik mee dat je gewoon alles kunt bereiken wat je wilt. Mits je er maar in gelooft. Je innerlijke kind. Misschien is het iets om je innerlijke kind vrij te laten. En het geluk al te voelen en te zien. Te leven als een innerlijk kind. Wat mag ik weten over het verleden? De Hangman. Oké. Het kan zijn dat er ergens stilstand in was met een persoon. Ik heb hier de 2 van Cups en de Queen of Cups. In het nu heb ik hier de 8 van Staven, de Judgment en wauw, de Lovers. In de toekomst heb ik hier de 10 van Zwaarden, de 5 van Munten en de Page of Swords. Heftig. Onderop het dek heb ik helderheid, knopen doorhakken. Er is iets waar jij moedig in moet zijn om eigenlijk weer victory te krijgen, is wat ik zie. En in het verleden is er misschien een stilstand geweest met een persoon. Kan een aardeteken zijn, stier, steenbok, maagd. Of je hebt zelf die energie. Maar wat ik voel is dat er ergens een keuze in was. Of je zou dingen van een ander perspectief hebben moeten bekijken. Misschien dat je voor jezelf goed moest opkomen. Misschien dat er iemand was die veel stabiliteit gaf. Maar tegelijk waar een stilstand in was. Misschien heb je ook een keuze gehad in de liefde. Wat ik nu zie is Judgment. De 8 van Staven en de Lovers. Ja, over keuzes en zielsverwant gesproken. Hier ligt hij en dan lag hij ook al. Al kan de 2 van Cups ook staan, een keuze of in ieder geval een conflict misschien. Een liefdevolle relatie eigenlijk. Of misschien dat je de liefde weer hebt gevonden. Maar dat daar stilstand in was. Ik zie wel communicatie. Dus het kan zijn dat je communicatie nu hebt met iemand. Of dat alles in één lijn komt voor jou. Samen met de Judgment. Er zijn karmische delen. Er is iets met een oordeel of er is iets karmisch wat terug kan keren, of dat nou goed of slecht is. Dat ligt er maar net aan hoe goed jouw karma en hoe goed je je karma hebt uitgewerkt. Maar in ieder geval zie ik wel dat er een soort bevrijding komt. En daarmee ook communicatie, maar tegelijk ook een keuze. Ziet hier natuurlijk die appel en die appel zie ik als misschien verboden vrucht. Maar het is wel zo dat je een keuze kan maken ergens in. Waar ga jij voor? Knopen doorhakken is wat ik zie om victory te krijgen en een nieuw pad ingaan. Wauw. Met liefde. Super. Alleen, je moet het wel moet voelen.
Wat ik zie in de toekomst, en dat lijkt misschien heel zwaar, dit, want het zijn pittige kaarten. Als je het zo ziet, want ze zijn vrij donker en het is veel lucht. Of tenminste, twee kaarten daarvan zijn lucht. De vijf van pentakels. Het kan zijn dat je ontevreden bent, maar het kan ook je gedachten zijn. Ergens niet meer gelukkig in zijn. Oude karma achter je laten. Maar het is belangrijk om te voelen samen met de zon. Dat na die stukken waar jij knopen in gaat, kan doorhaken. Ik zeg wel moet, maar kan gaan doen. Dat jouw wereld er een stuk beter uit gaat zien. Of in ieder geval jouw gevoel. Want het kan dus zijn dat je in de toekomst je niet helemaal begrepen voelt in een bepaalde situatie. En dat kan dus met een karmisch deel te maken hebben. En dat kan dus te maken hebben met iemand waar jij een zielsconnectie mee hebt. En dan wil ik niet zeggen dat die persoon jou ongelukkig maakt. Maar het kan ook zijn dat je jezelf ongelukkig maakt. Je zou onderzoek kunnen gaan doen. Misschien dat je iemand in de gaten houdt. Maar ik heb meer het gevoel dat je onderzoek zou kunnen doen. Of misschien strijdvaardig moet zijn om voor jezelf op te komen. En daardoor moedig een stap kan nemen om dus je niet meer ongelukkig te voelen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik voel met die energie. Want het kan voor jou in deze periode zwaar voelen. Doordat er iets speelt waardoor jij dingen moet loslaten. Of moet, maar een einde komt aan een karmisch deel van jouw leven. En eigenlijk weer, de bedoeling is weer in jezelf geloven. Vandaar ook de zon als uitdaging. Want dit lijkt heel zwaar. En dat is ook pittig, want met deze kaarten voel je ook niet fijn. Maar het is belangrijk om dit eigenlijk voor ogen te houden. Naar dit komt de zon, na regen komt zonneschijn. En dat is ook echt zo, al voelt het voor jou misschien niet altijd zo. Je bent een denker, je houdt van verbinden. Maar het kan soms zijn dat je verbinding met jezelf soms kwijt bent, dat je een balans daarin zoekt. En dat kan je soms alleen krijgen door dus eigenlijk jezelf goed te voelen. Door al te voelen dat de zon schijnt. Ook al regent het keihard, ook al schijnt de zon niet, ook al spoelt het, er waait het, stormt het. Maar soms heb je de storm nodig om dus je weer zo te voelen. En dat is je uitdaging. Voel jezelf al zo. Ook al ga je door een pittige periode rond. Ik zie dat je keuze hebt. En je kan zelf een keuze maken. Een oordeel betekent soms ook dat er iets op je pad komt. Maar daar kan je wel, heb je wel een keuze in. Je hebt een keuze om dus knopen door te hakken. Om dus voor hetgeen te gaan waar jij gelukkig van wordt. En soms voel ik dat je dat soms pittig vindt. Omdat je misschien blijft hangen in het oude, in geen uitweg zien. Of misschien, negatief te denken. Maar het is belangrijk om dat te zien als les en daardoor van te groeien. Wat mag ik weten? Even zoeken. Van de zon. Wat mag ik weten als uitdaging van de zon? De ridder van staven, de zeven van munten en de vier van beeks onderop het oordeel. Ja, wat ik al zei. Het is belangrijk, want je hebt waarschijnlijk je wel gelukkig gevoeld. Het is belangrijk om je innerlijke kind, wat ik net eigenlijk al zei, met de ridder van staven, om die vrij te laten. De ridder van staven is zelfverzekerd. Voel jezelf zelfverzekerd. Ga je energie opschonen of ga iets doen waar je energie in kwijt kunt. Misschien iets waar je creatief in kunt zijn. Blijf niet teleurgesteld, is wat ik zie. Want je ziet hier die regenboog. Het kan ook zijn dat je soms passief bent. En dat kan ook zijn passief zijn in het denken. Het is belangrijk om je gedachten op peil te houden. Want er is wel iets. Alleen je moet het wel zien. Het kan zijn dat je hulp van buitenaf eigenlijk krijgt. Of er is iemand die jou misschien teleurgesteld heeft. Maar het is belangrijk om te zien wat je hebt. Zodat je niet je kansen kan mislopen. Want energie kan ook weer weggaan. Hè? Dat wat ik hier zie met die karma, dat kan goed of kwaad zijn. Of kwaad, dat klinkt heel negatief, maar ja, het kan ook weer de andere kant op gaan. En je hebt altijd een vrije wil, is wat ik altijd meegeef. Maar je hebt in ieder geval, is belangrijk om geduldig te blijven, ook met jezelf. Om zo eigenlijk innerlijke rijping te krijgen voor jezelf. En innerlijke rijping, ga iets doen waar je gelukkig van wordt. Zodat je ook wel gewoon weer, ja, die zon ook weer kan zien, ook al regent het. Wat mag ik weten over die twee van cups? De acht van bekers. Ja, iets vrijwillig loslaten. Karmische relatie misschien.
Ja, uit je hoofd komen. Dat is belangrijk voor jou geweest. Of misschien dat je daar nog in zit. Of 2 keer een 8. Dat er iets is geweest waardoor jij een cycle moest doorgaan. Om jezelf eigenlijk weer te herontdekken is wat ik zie. Om jezelf vrij te maken van angsten. Om dus eigenlijk het geluk te zoeken. Misschien heb je dat gedaan. Misschien ben je daar nog mee bezig. Misschien vind je het lastig om soms. Want het ligt in het verleden. Dus het kan zijn dat je of iemand is bij jou weggegaan. Of jij moet zelf weggaan wat emotioneel niet meer dient. En daarbij uit je hoofd komen dat je gevangen zit. Want het is belangrijk dat je gewoon jezelf ziet als de Empress. En de Empress gaat gewoon de cycle. Die heeft veel meegemaakt. Die weet hoe het leven werkt. Die is sensueel. Die weet wat ze wil. Is creatief. Dus het is belangrijk om dat ook op te pikken. Om je creatieve kant eigenlijk ook weer te zien. En gewoon te zien dat jij ook gewoon... De Divine Feminine bent als jij met een zielsverwant te maken hebt of met je twin flame. Voel het ook en ga uit je hoofd. Want de liefde die jij eigenlijk voelt voor iemand en de liefde die jij voor iemand hebt gehad is wat ik voel. Soms dient dat niet meer en dan moet je gewoon weglopen om jezelf eigenlijk gelukkig te maken. Anders blijf je in je hoofd zitten. Dat mag ik weten over de conflict. Zie je, dus er is ergens strijd of concurrentie in een bepaalde situatie. Dat kan op relatiegebied zijn, dat kan in je hoofd zijn, misschien met een persoon waar jij een connectie mee hebt gehad. Ja, zie je, de 2 van beek is omgekeerd. Nog een keer. Dus er is ergens conflict in en het is belangrijk om een keuze te maken. Of iemand gaat misschien een keuze maken. Ja, de toren. Kijk, dus er is of er speelt of er is misschien in het recente verleden chaotische tijd geweest in je hoofd, in je leven. En dit alles moet gebeuren om jou op jouw zielspad te krijgen. Dat is wat ik zie. Om jezelf weer gewoon te zien als de vrouwelijke Divine Feminine. De onvoorwaardelijke liefde. Wauw, met de passiekaart, ja. Om zo weer een nieuw begin te krijgen. En een begin met jezelf, dat begint met jezelf. Dat zeg ik vaker, maar ook gewoon een nieuwe ontmoeting. Of het is de bedoeling dat je tot actie overgaat of moest gaan. Wat mag ik weten over die communicatie? Communicatie kan ook zijn dat alles in één lijn komt. Eigenlijk werken met je intuïtie. Snelle ontwikkeling, de duivel. De 2 van munten en de gehangene alweer. Dus daar zit je nog steeds in. Er is ergens nog steeds stilstand in. Het kan zijn dus dat je overmatig denkt. Er is communicatie met de persoon. Kan te maken hebben met een steenbok. Wat zie ik hier nog meer? Zwaarden. Nou ja, eigenlijk ligt alles hier wel. Geen munten volgens mij. Jawel, ook. Dus nou ja, laat het los. In ieder geval zie ik 2 strijd. Je gedachten zie ik. Maar het is belangrijk dat jij alles in één lijn krijgt om dus dingen van een ander perspectief te zien. En dat is je al eerder aangereikt. Er is eerder een stilstand geweest of er is nog een stilstand. Dat kan natuurlijk ook. Je twijfelt nog steeds. Er is iemand die een hand aan wil bieden, maar dat kan je gedachte zijn. Van ga jij weer terug? Ga jij weer terug naar steeds die gedachte je gevangen te voelen? Of ga je jezelf bevrijden daarin? Dat is wat ik voel. Want het is belangrijk om jezelf te bevrijden, om het licht te zien, om dus eigenlijk... hetgeen te krijgen wat jij wil. Die passie. Wat mag ik weten over het oordeel? En het oordeel is bijna het einde van het rouw. En dat betekent dat je veel cycles hebt door moeten maken. Ja, zie je, twijfel. Het is belangrijk om de ziel te... Er is een balans nodig, is wat ik zie. Je hebt meerdere opties of je weet gewoon niet zo goed waar je naartoe moet. En je bent weegschaal, dus je wikt en weegt eigenlijk alles op elkaar af. Alleen het is belangrijk om ergens een... stabiliteit in te krijgen. Misschien is het belangrijk om even op zielsonderzoek te gaan. Misschien een cursus te doen of iets waar je gelukkig van wordt om jezelf te ontwikkelen. En dat kan niet kwaad, want daarmee krijg je ook die Divine Feminine modus, want daarmee ken je jezelf. Het is belangrijk om je soms misschien even af te sluiten en ook te zien waar je al staat. Hè? Dus welke weg je al hebt bewandeld om hier te komen. En daarbij kan het gewoon zijn dat jij gewoon een keuze hebt of meerdere opties in je leven. Waar sta ik nu? Wat ga ik nu doen? Wat wil ik? Wat wil ik in de liefde? Ga ik voor het hoogste of blijf ik hangen? Luister naar je intuïtie. Er is iemand te spiegel, je zielsverwant. Of in ieder geval iemand die jou triggert. Oeps.
Ja, nou, hij valt er ook uit. Dat is een heel belangrijke boodschap. Dus luister naar je intuïtie. Misschien dat je nu nog niet alles weet. Maar blijf vertrouwen op het proces. Is heel belangrijk. Vooral als je met de zielsconnectie te maken hebt. Wat mag ik weten? Ja, nieuwe zijkom zien. Het is belangrijk om zelf de heft in eigen handen te nemen. En het wiel vooruit te draaien. Wat mag ik nog weten over die tien van zwaarden? De hoge priester. Ja, misschien is het belangrijk om gewoon in zelf te keren. Om het geluk al te zien. Maar ook gewoon traditie of iets waar jij blij van wordt. Kan ook met huwelijk te maken hebben. Dus een huwelijk loslaten. Of misschien dat je voor ogen moet houden dat er ook gewoon geluk voor jou is. En misschien je kennis moet gaan delen. De koningin van staven en de ridder van bekers. Wauw. Wat ik zie is dat er een aanbieding komt. Mits jij dus wel dingen gaat loslaten. Dus er is een kans dat als er uit je hoofd komt, dat er gewoon weer plezier komt. En dat er iemand op je pad, want ik zie hier natuurlijk de keizer en de hoge priester, de keizerin. En dat betekent dat er gewoon een koppel is. Iemand die je vervult, yin-yang. En die wil liefde aanbieden, waar je gewoon heel veel avontuur en plezier mee kan beleven, is wat ik zie. Iemand die zelfverzekerd is, wauw, nog een keer. De koningin van munten. Ja, goed voor jezelf zorgen. Misschien de natuur in gaan. Of gewoon goed voor diertjes zorgen. Of in ieder geval op rustig vaarwater komen. En niet bang zijn voor de toekomst. Maar gewoon de toekomst aangaan. Zonder dat je misschien weet waar je naartoe gaat. Misschien staat er een verhuizing voor de deur. Misschien ben je bang voor financieel verlies. Of is er iets waardoor jij misschien juist wel jezelf kan ontwikkelen. Ja, wauw. En daarmee dus ook gewoon een completion kan krijgen in je leven. Wauw, super. En dus daarbij een bevrijding. Dus hetgeen wat jij graag wil ook kan krijgen. Jezelf overtreffen. Een nieuwe cycle ingaan. Super mooi. Belangrijk om je hart wel te openen. Wat mag ik nog weten over die Page of Swords? Ja, communicatie. Dus het kan zijn dat er weer communicatie aankomt of... Ja, iets waar jij op had gehoopt. Ja, het kan met een persoon zijn waar jij een relatie mee hebt. Misschien is het een huwelijk waar je in vast zat of zit of iets. Maar er komt in ieder geval gerechtigheid. En gerechtigheid betekent het lot, oude karma. Ja, veranderen, een balans opmaken. Je ziet hier ook die weegschaal. En je ziet dat zwaard, een besluit nemen. Daarom ligt die hier ook. Waar ga je voor? Ga je dat afsluiten? Maar het is belangrijk om goed onderzoek te doen. Het kan zijn dat iemand jou misschien onderuit wil halen met woorden. Maar het is belangrijk, ja, zie, om dus een balans op te maken. Zodat je ook weer victory kent naar een moeilijke periode. Ik ga vragen voor advies. Wat mag ik weten voor advies met betrekking op deze reading? Maar het ziet er wel heel goed uit. Ook al liggen daar natuurlijk pittige kaarten. Hè? Maar van, ik zeg altijd van duisternis. En dat klinkt misschien heel zwaar en negatief. Ja, kijk. Wauw. Ga die passie aan. Waar kies jij voor? Want er is iets waar jij mee kan samenwerken. Een harmonie kan vinden. Spiritueel en aards eigenlijk weer op één lijn krijgen. Gewoon connecten met iemand... Die dus spiritueel kan groeien. En dat ben jij zelf. Want ik zie hier natuurlijk de hermiet. De hermiet is iemand die soms eenzaam kan zijn. Dat wordt gezegd. Maar door die eenzaamheid. Of door, eigenlijk zie ik het door naar jezelf te keren. En eigenlijk je spiritueel te ontwikkelen. Kan je ook spirituele groei meemaken. En dat is wat ik zie. Maar het is wel belangrijk om voor die passie te gaan. Niet teleurgesteld zijn. En niet passief zijn. Dus probeer echt alles op één lijn te krijgen. Want het ligt hier twee keer. Het kan heel snel gaan. Mits jij keuzes maakt. Mits jij knopen door gaat hakken. En helderheid gaat krijgen. De moed durft te nemen om dus een nieuw pad in te gaan. Om dus een nieuw begin in de liefde te krijgen. Hetgeen wat jij graag wilt. Wauw. Wat mag ik nog ontvangen? Ik zie hier natuurlijk verschillende tekens. Ik zie... Ram, booschutter of leeuw. Ik zie aardeteken. Ik zie eigenlijk bijna alles.
Vriendschap. Kleine attenties onderhouden je vriendschap. En kosmische timing. Op de juiste tijd zul je het weten. Heb er vertrouwen in dat alles goed komt. Wauw. En die hoge priesteres ligt hier. Hè? Dus heb er vertrouwen in. Blijf voelen wat je voelt. Ga keer diep in jezelf. En voel wat je voelt. En wat jouw juiste pad is. Wat mag ik nog ontvangen voor de weegschaal? Passie, ja. Die zag ik al. En power, wauw. Wauw. De magnetische kracht van de passie is nu om je heen. Geniet ervan. Dus maak er gebruik van, hè, van die energie. Want energie blijft niet, hè, maar het verandert ook weer. Nu is de tijd om keuzes te maken, is wat ik zie. En power, ja. Eigenlijk weet je intuïtief eigenlijk wel wat goed is voor jou. Je hebt de power eigenlijk om nee te zeggen ergens tegen en weg te lopen wanneer jij dat maar wilt. Wauw. Super. Dit is wat ik voor je heb, lieve weegschaal. Mocht het resoneren, laat het me weten. Doe een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je kosteloos. Druk op de rode abonneerknop. Like deze video en onder in de comments misschien een leuk berichtje of een hartje of iets wat je wilt. En dan hoop ik je snel weer te zien in een van mijn andere readings. Doeg!